Speelbergenhoef op een boogscheut van zijn vroegere woning, het domein ter Speelbergen in Beersel. Wijns wordt beschouwd als de pionier van de heemkunde in Vlaanderen. De biografie omvat zijn leven en werk. Het is een wetenschappelijk boek uitgegeven door de provincie. Het beschrijft zijn grote verdiensten, maar ook de schaduwkanten komen aan bod. En het werpt ook een licht op de geschiedenis van de Vlaamse emancipatie tussen 1930 en 1975. Het boek rolde uit de pen van twee jonge historici, Sam van Klemen uit Turnhout en Sophie Wouters uit Heist op den Berg.